Nou Hans, eerste promotie naar de eerste klasse. En nu viert de club haar 90-jarig bestaan. Het is met ja wel voor VV Roda. Ja, absoluut heerlijk. Het was natuurlijk al mooi dat onze dames één kampioen werden. Nou, een paar weken later onze heren één kampioen. Wat we nog nooit gedaan hebben. Waar we heel lang op gewacht hebben. En 1 augustus hebben we onze verjaardag gevierd. En dat gaan we nu uitgebreid doen. Nou, de vakanties voorbij zijn. Gaan we dat uitgebreid doen. En dat zal het hele jaar gebeuren. Maar morgen inderdaad geven we de aftrap daarvoor. Ja, morgen is de grote dag, hè? Staat er zelfs een Noordenveld toernooi op het programma? Wat is dat precies? Ja, nou, dit is een toernooi met alle clubs uit Noordenveld. Dus dat betekent de eerste elftallen van Gomors, Pijzen, Nieuwroden, ONR, Veenhuizen en Roden. Daar spelen we een toernooi om de Noordenveldbokaal, om zo te zeggen. Zes derbies? Zes derbies. Het zijn 9 wedstrijden totaal. Het zijn eigenlijk 9 derbies, om zo te zeggen. Ja, fantastisch. En jullie zijn nu al in volle gang met de voorbereiding. Ik zie hierachter zelfs een mega grote tent staan. Ja. Nou ja, kijk, op het moment dat je een feest gaat organiseren, dan is het allemaal afwachten wat voor weer het is. En toen we dat zeg maar in mei oppakten, april, mei, toen hebben we gezegd, nou, we moeten maar een tent inzetten, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, achteraf had het allemaal wel in de open lucht gekund, maar het is nu eenmaal zo voorbereid en dat komt allemaal goed. We hebben morgen eerst om 3 uur een receptie voor leden, voor oud-leden. Waar we ook nog een heleboel reacties van hebben. Dus die uit het hele land deze kant weer opkomen. Genodigden, nou, mensen van de KNVB. Gelukkig al onze verenigingen, onze voetbalvereniging aan Noordenveld. Hebben zich ook allemaal aangemeld om te komen. Dus dan gaan we eerst deze middags om 3 uur dat doen. En dan vanaf 5 uur lekker voetballen. En terwijl ze aan het voetballen zijn, gaan wij het hier weer ombouwen tot een feestterrein. En dan vanaf 8:30 gaan de beentjes van de vloer. Ja, fantastisch. En, hoeveel man verwacht je wel niet? Want je hebt 6 voetbalteams die hier komen spelen. Plus allemaal ouderoners die overal vandaan komen. Wordt volle bak hier. Ik denk dat het volle bak wordt, maar ik durf geen aantal te noemen. Ik roep altijd, ik stel het ietsje hoger, moet ik eerlijk zijn. En dat vind ik helemaal niet zo erg. Want dan koop je daar ook op in. We hebben er wel op ingekocht dat het heel druk gaat worden, laat ik zo zeggen. Maar hoe druk, ik durf het niet te zeggen. En we zien het wel. We laten over ons heen komen en we maken met z'n allen maken wat leuks van. In ieder geval alle redenen tot vermaak hier op het voetbalpark. Hoe laat moeten de mensen hier zijn als ze helemaal niks willen missen? Nou, dan heb ik gezegd, we beginnen om 3 uur met een receptie. Voor leden, oud-leden, genodigden en iemand die denkt van, nou, ik wil de club feliciteren, dan kan dat. Vanaf 3 uur en vanaf 5 uur wordt er gevoetbald. Nou, tussen 5 en 8:30, zeg maar. 8 uur is de finale. Nou, dit duurt een 30 minuten en dat is 8:30 is dus alles afgelopen. En dan gaat hier in de feesttent die achter ons staat en het grote terras wat we hier nog gaan creëren vanmiddag. Gaat het feest los met Lietse Hille en Elcio natuurlijk. Onze clubzanger, om zo te zeggen. Ja, nou, volgens mij wordt dat een fantastisch feest. Ja. Nou, u hoort het. Naar het Sportpark Roda dus. Zaterdag 24 augustus.